Daar gaan we weer. Dames en heren, Ben en Buddick. Goedemorgen. Niet normaal, man. Voor een week, hè? We zijn dus onderweg naar Vancouver. Nou ja, eerst naar Seattle en dan door naar Vancouver. Zo, daar zijn we dan eindelijk in Vancouver aangekomen. Ik ben hier de komende dagen in opdracht voor Porsche eigenlijk. Ik moet namelijk filmen voor zowel Autovisie als Autoweek. Er waren maar wat beperkte plekken beschikbaar en vandaar dat ik eigenlijk voor beide partijen het beeld mag verzorgen. En het gaat om deze auto hier achter mij, de nieuwe Porsche Panamera Sport Turismo, hele mond vol. Het Porsche programma duurt ongeveer 2 dagen en dan ga ik eigenlijk daarna gelijk met Werner door voor Autovisie om de rest van de week nog andere verhalen te maken hier in Vancouver. Deze is trouwens zo schoon dat die... Kijk. Hallo. En doe ik op de Sony A7S Mark II met een MetaBones adapter en een Canon lens erop. Voorop zit een variabele ND filter. En dan ben ik eigenlijk alvast even alle details aan het doen. Terwijl Roy Kleiweg en Werner Budding de presentatie volgen hier in het pand hierachter. Zodat we hierna gelijk aan de gang kunnen op de openbare weg. Lekker. Dit is super. Dit is dus 4 plus 1, hè? En die plus 1 die zit hier. Nou, met zijn voeten hier op een digitaal scherm. Dat is niet best. Nee, niet best. Maar alles beter dan 2 plus 2. Dit is eigenlijk zoals we altijd presentaties doen. Hier hangt een Manfrotto zuignap. Camera erop. Oh. En geluid erin. En mijn haar, zit dat goed? Ja, is het. Vind ik nou belangrijker dan die zuignap voor jou? Oké, daar komt hij. Ja, is dan helemaal niets meer heilig bij Porsche. Eerst de automaten en daarna SUV's. Belachelijk natuurlijk, toen diesels. Vervolgens... Kom maar, we gaan al beginnen. We hadden ongeveer 6 uur de tijd om zowel alle rijshots te maken als de presentaties met de 2 presentatoren. Dus dat betekent 2 keer presentaties buiten de auto en 2 keer presentaties achter het stuur. En dat is behoorlijk uitdagend, want je kan ongeveer rekenen dat voor 1 uur filmen kan je nog net geen minuut montage rekenen. We zijn nog even wat rijshots aan het maken. Het ziet er eigenlijk een beetje uit alsof ik een politieagent ben. Winnie? Jij? Ja, met, zo'n laser langs de weg. Alle opnames staan erop en we gaan nu op een hele bijzondere manier terug naar het vasteland, namelijk de watervliegtuig. Ben jij ooit met een watervliegtuig weg geweest? Ja, dat is een oud oorlogsding, heel groot. Catalina. Catalina, je bent graag. Echt goed, Erik. Dankjewel. Kan je dat nog een keer zeggen? Ja, echt heel goed. Maar het is wel leuk, want we landen straks in de haven van Vancouver. En dan landt hij aan een stijg en dan staan ze ook weer allemaal. Het is eigenlijk gewoon een soort taxidienst, hè? Dit. En dan met watervliegtuigen. Dat was by far de gaafste vlucht ooit. Het duurde maar een half uurtje, maar echt de allergaafste ooit. We
vlogen dus van Vancouver Island nu terug naar Vancouver. En we zijn onderweg naar het hotel. En als het goed is, ligt er een heel bijzonder pakketje op mijn hotelkamer. De elevator is down the hallway to your right. Just a use the key in the elevator. Nee, het pakketje is helaas niet gearriveerd op mijn hotelkamer. Ik ga jullie nog even niet vertellen wat het is. Wat ik wel ga doen is deze vlog beëindigen. Het waren echt een paar onwijs gave dagen. We begonnen natuurlijk in Amsterdam, toen naar Seattle. Vervolgens naar Victoria, daar met de Porsches gereden voor Autovisie en Autoweek. Ik zal hun video's even in de beschrijving zetten. En daarna vlogen we met het watervliegtuig weer terug naar Vancouver. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Laat nog even weten in de reacties eronder. En ik zie je heel snel weer.